De penitentiaire inrichtingen zullen in de komende periode gemoderniseerd worden. Dit liet minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie afgelopen week weten tijdens een persbriefing na de regeringsraadsvergadering. De bewindsman liet weten dat de gevangenissen in het land sterk verouderd zijn. Behalve deze veranderingen zal er bijvoorbeeld ook meer gefocust worden op het resocialisatieproces van gedetineerden. Santomo bijvoorbeeld dateert van de jaren 60. Ook de focus op resocialisatie en rehabilitatie. Verder regime differentiatie. En ik wil hierbij noemen dat bijvoorbeeld we nog steeds geen aparte gevangenis hebben, detentiecentrum hebben voor vrouwen. Ook voor wat betreft de jeugd, die zitten nog steeds in het jeugdopvoedingsgestek dat op het terrein van Santo Boma is gelegen. En we moeten, er is al een terrein, er zijn al gebouwen opgezet sinds 2010 en deze gebouwen moeten worden afgebouwd. De bewindsman sprak ook over het wegtrekken van maatschappelijk werkers bij het ministerie van Justitie en Politie, dat een uitdaging vormt voor het resocialisatie- en rehabilitatiebeleid van het departement. Vanwege de lage lonen die toegekend worden. Dus ook huiswerk vanuit de regering om ook deze categorie beter te gaan betalen. Deze plannen zullen allemaal gerealiseerd moeten worden onder het bewind van het nieuwe korpshoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren KPA, Joyce Pani Alfaisi. Minister Amoksi zei ook dat er in de komende tijd gefocust zal worden op opleidingen en trainingen van de manschappen van het KPA.